Hey, hallo allemaal. Welkom bij de dagenergie. Het is vandaag 5 december en ik begin weer met de Maya-wijsheid. Het is de dagenergie van de witte wereldoverbrugger. Focus vandaag op actie. Je komt in beweging als je afgaat op je hartsverlangen. Pas als jij dienstbaar bent aan jezelf, ben je ook werkelijk dienstbaar aan anderen. Gebruik daarbij je vermogen om bruggen te slaan. Vergeef en laat los wat je bindt, zodat er ruimte komt voor het nieuwe. En laat je maar leiden door de onzichtbare wereld, want van daaruit is altijd hulp beschikbaar, als jij erom vraagt. De affirmatie van vandaag is, ik ben het begin en het einde. Als je deze zin verschillende keren hardop uitspreekt, geef je de boodschap door aan iedere cel in je lichaam. Dat helpt om in je kracht te komen. De witte wereld overbruggen. Oké, nou. Daar zijn. Oh. Er vielen er twee uit, gelijk al. Oeh, dat is wel heel veel. Nog eentje. Please. Nou. Komt niks. Oké, nou, dan laten we het daarbij. Dan zou die ene wel voldoende zijn voor nu. Een verklarende kaart. Dan doe ik er nog één. Twee verklarende kaarten. Okay. En laat zien wie jij bent. Dat is een mooie. Laat zien wie jij bent. Even kijken. Het is tijd om uit te komen voor wat je werkelijk voelt en waar jij echt in gelooft. Deze kaart vraagt je te laten zien wie je echt bent, aan jezelf en aan anderen. Dit kan inhouden dat je een gesprek hebt van hart tot hart met een geliefd iemand, of dat je andere mensen je ware aard, je ware karakter laat zien. In dit proces word je spiritueel gesteund en de opgestegen meesters zullen je helpen om in liefde volkomen eerlijk te zijn. Als gevolg van dat laten zien wie je bent, zullen jouw relaties zich verdiepen, want je zult dan weten dat er om wie jij echt bent van je wordt gehouden. Laat alle oordelen los over jezelf en over anderen. Spreek jouw waarheid met liefde. Laat anderen jouw ware zelf leren kennen. Vertrouw dat jouw authentieke zelf beminnenswaard en vriendelijk is. Hoe echter jij bent, hoe hoger je energie is en hoe groter het succes zal zijn in alles wat je onderneemt. Wauw. Kijk, daar wordt dan eigenlijk al jaren aan gewerkt, hè, om je authentieke zelf te worden. Het gaat helemaal niet om dit proces van heel worden. Het gaat helemaal niet om perfect te zijn. Dat is echt iets van het ego. Perfect bestaat niet. Maar waar het heel erg om draait bij heling. Maskers laten vallen. Je authentieke zelf zijn. En dat ook daaraan expressie durven geven. He, aan allereerst aan jezelf natuurlijk. Eerlijk zijn naar jezelf. En dan vervolgens ook die wereld inbrengen. En dan eerst bij jezelf. Dan bij je relatie. Want als je bij je relatie niet durft, durf je jezelf ook niet te laten zien in die wereld. Prachtige kaart.
En dan ben je heel. Hè? Meer, ja, zo goed als heel als je je authentieke zelf durft te zien, te laten zien. Of in ieder geval, ja. Zo heel dat je je niet meer laat weerhouden door ego-strategieën. Het ego-strategie om je te verbergen achter een masker. Ja, en dan krijg je de zegenwagen. Als je jezelf helemaal laat zien zoals je bent, je authentieke zelf, dan krijg je belangrijke resultaten in je relaties. De zegenwagen. De zegenwagen betekent dat er veel groei is geweest. Dat je een bepaalde situatie in evenwicht hebt gebracht. Deze kaart zegt zelfs gefeliciteerd. Je hebt een moeilijke situatie in evenwicht gebracht. En jouw vermogen om beide kanten van iets te zien en om tot handelen over te gaan en besluiten te nemen, heeft je erkenning, respect en dankbaarheid opgeleverd. Geniet dus van wat je bereikt hebt. Blijf kalm, met beide benen op de grond en duidelijk over wat je nog wilt bereiken. Het is belangrijk dat je zelfcontrole toont, besluitvaardigheid en de bereidheid die extra meters te gaan. Behoud je eigen gezag in je contact met andere mensen, duidelijk maar vriendelijk. Zelfdiscipline, absolute wilskracht, een grote sprong voorwaarts, ja, een beloning en erkenning. Nou, dat is eigenlijk dan ook veel meer een erkenning van de bron. Als je je authentieke zelf durft te laten zien. Geweldig. Ja, als ik dan alle andere video's... als ik ervan uitga dat dit een vervolg daarop is... op ook alle dagenergie... dan kunnen we hieruit opmaken dat er een aantal mensen in het collectief zich hebben laten zien. En dat er een flinke sprong daarmee voorwaarts is gemaakt. Als deze zegt van ja, je bent in actie gekomen, je hebt besluiten genomen, je bent tot handelen overgegaan. Ja, geweldig. Voor sommigen kan het zijn dat je dit nog moet doen. We hebben veel gehad over besluiteloosheid. En deze zegt dus van, ja, je bent als handen overgegaan. Geweldig. En dan krijg je direct erkenning van de bron. Ja, en dan komt ook nog eens deze eenzijn kaart eruit. Eenheid. Als je jezelf durft te laten zien, in feite kun je dan één zijn. Ben je dan één met jezelf, maar ook kun je één zijn met anderen en met de bron. En daarmee trek je ook gelijkgestemde zielen aan. Eén zijn met de bron. Eén zijn met je eigen hoger zelf. Eenzaam zijn met zowel je mannelijke als je vrouwelijke energie in jezelf. Ja, dan kun je ook één zijn met anderen. En ook met je ware geliefde. Eén zijn. Eenheid. Je hebt deze kaart getrokken omdat het tijd is dat jij je vriendenkring gaat uitbreiden. Of dat je bij een bepaalde groep aansluit. Misschien wil je bijvoorbeeld je laten inschrijven voor een cursus. Of wil je aansluiten bij een spirituele organisatie. Dit is ook een uitstekend moment om vriendschap te sluiten met nieuwe mensen die integer zijn. Duidelijke morele normen hebben. En die jou kunnen ondersteunen. En die zich ook durven te laten zien zoals ze zijn. Authentieke mensen. Ook is dit een moment om regels, grenzen en beperkte of beperkende uitgangspunten die een rol spelen in je huidige situatie onder de loep te nemen en te herzien. En te zorgen dat die eerlijk zijn voor alle betrokkenen. Hierdoor kunnen eerdere blokkades waardoor je je doel niet kon manifesteren worden weggenomen. De betekenis is verder ook nog het zoeken naar de zin van het leven, geloof hebben in een bepaalde groep of ja, spirituele instellingen.
Prachtig. Mooi. Eén zijn. Surrender defensiveness. Dat is nog iets van het ego. In de verdediging schieten. Als je wil communiceren op een krachtige manier, dan is het belangrijk om in je eigen centrum te blijven. En dat je een heldere respons terug kunt geven zonder dat je in de verdediging schiet. Kijk, als je in de verdediging schiet, dan voel je je waarschijnlijk toch nog ergens over aangevallen. En dan schiet of het ego in de verdediging of in de tegenaanval. Dus dat is nog iets waar je dan kan letten. Als je ego blijft volgen en je gaat niet doen wat er, ja, waar je naartoe wordt geleid, dan mis je kansen. Dat is de magician op de kop. Dus als je je niet durft te laten zien aan jouw geliefden, in één zijn, en je durft niet die sprong vooruit te maken met wilskracht en tot handelen overgaan, dat je tot handelen overgaat en in dit geval jezelf laten zien wie je bent, als je dat niet doet, niet durft, en dat je ook een defensieve houding blijft houden, dan zul je kansen missen. 53. De magier en de spiegel op de kop. En die zegt: You are missing a great opportunity. Je mist een fantastische kans. Of een gelegenheid. De tijd is right. The time is right. De tijd is goed. Precies goed. Maar jij neemt zelf geen voordeel. Met betrekking tot deze energie. Jij, ja. Ze zeggen, you are not taking advantage of the creative energy. Maar je hebt de kracht om dingen te transformeren voor jezelf. Om iets nieuws te creëren. Of het nou een nieuw thuis is, een bedrijf is, familie of een levensrichting. Deze zegt ook, ben je nog in de weerstand. En dat je nog niet, dat je misinformatie over jezelf ontvangt. Maar het is tijd om wakker te worden. Wauw. Deze, in dit geval, hè, omdat dit er ligt, zegt deze misschien ook wel dat je nog niet, dat je dat niet durft. Omdat je nog steeds jezelf verkeerde informatie geeft over jezelf. Dat je het misschien niet kunt, dat je het niet, allerlei redenen in je hoofd weer. Het ego je allerlei redenen weer geeft om het niet te doen. Je leven is de spiegel die jouw innerlijke energie reflecteert. En je hebt nu de kwaliteiten om dingen te veranderen. Je moet je volledig openstellen voor de volledige waarheid. En dus ook jezelf laten zien zoals je bent. Het is tijd om diep te graven. Vind de moed en het vertrouwen. Ja. Om dit te doen. Wauw. Oké. Het is een onderdeel van je goddelijk plan. Als deze naar buiten komt, dan. Voor mij is dit altijd het goddelijk plan. Als je goddelijk geleid wordt, dan
word je geleid naar wat er in je goddelijk plan staat. Dat is, dan word je geleid naar authentiek durven zijn. Dan word je geleid naar één te zijn met de bron, met je eigen ik ben aanwezigheid, je goddelijk zelf. Je wordt geleid naar ja, die magie rechtop. Je wordt geleid naar steeds weer resultaten behalen met betrekking tot zelfoverwinning, angst te overwinnen. Groei, ontwikkeling. En daar steeds maar weer opnieuw die wilskracht voor op te brengen. De goddelijk plan, dat is voor mij deze kaart. Dus, in dit geval lees ik hem niet omdat het over een bewuste persoon gaat. Van dat je zelf een heel plan moet maken. Want je wordt daarin naartoe geleid. Naar wat, als je je één voelt met de bron, wat het plan voor jou is. En dan hoef je eigenlijk helemaal niet precies te weten hoe dat plan in elkaar zit. Want het ego wil altijd van A tot Z weten hoe een plan in elkaar zit. Maar als je eenmaal zover bent dat je bijna bij je authentieke zelf bent en dat je het een zijn met je mannelijke en vrouwelijke energie hebt bereikt, dan word je daar naartoe geleid. En hoef je niet zorgen te maken over hoe dat plan er precies uitziet. Soms, alles wordt altijd op tijd onthuld. Oké, nou. Ja, mooi ook weer dat die magier op de kop als verklarende kaart terecht is gekomen. Hè? Want ja, als je naar je ego luistert, dan kun je dus niet scheppen wat je graag wilt scheppen. Twee komen er nog uit van Moeder Maria en dan stoppen we ermee mee. Liefde. Liefde is het antwoord op al mijn vragen. En ik geloof dat God deze situatie tot een goed einde zal brengen. Deze kaart herinnert je eraan dat je diepste verlangen is dat er van je gehouden wordt. En dat is nou precies wat de bron doet. Jezus en Moeder Maria en de engelen. Omring je huidige situatie en al je relaties met liefde en de boeien van gehechtheid van je ego zullen worden verbroken. Als je om liefde bidt om deze situatie te helen, dan stuurt God zijn engelen om je bij te staan. Moeder Maria helpt je om alleen liefdevolle woorden te gebruiken als je spreekt, denkt of schrijft. Vermijd pessimistische discussies met jezelf en met anderen. En ook deze, defensiveness. Want het is van essentieel belang dat je jezelf omringt met de best mogelijke energie. Als je dat doet, zul je wonderbaarlijke genezingen kunnen zien, nieuwe kansen tegenkomen en mooie relaties aantrekken. En geloof. En dan is die weer al aardig lang geworden. Je vraag van dit moment gaat over een situatie waarin jouw geloof op de proef wordt gesteld. Deze kaart betekent dat er zelfs meer geloof nodig is. Alles zal in orde komen. Op de manier zoals boven is beschikt. Ook al is er op dit moment nog niets van een oplossing te zien. Vertrouw erop. Op dat goddelijk plan. Vaak worden gebeden beantwoord op een manier die wij niet verwachten. Zoals dat ook in deze situatie het geval is. Laat het rustig aan de bron over. Die in zijn oneindige wijsheid al lang weet hoe alles opgelost kan worden. God, Moeder Maria en de engelen kunnen jouw toekomst zien. En die ziet er stralend uit. Heb daarom geloof, mooi mens. Zodat je kunt genieten van ieder kostbaar moment op je weg naar dat prachtige morgen. Wauw. Geweldig. En als jij gewend bent om voor God een ander woord te gebruiken, dan is dat helemaal oké. Het woord is niet belangrijk. Dit heeft niets met religie te maken. Het heeft alles te maken met je eigen goddelijk zelf. En met de ja, we zijn ook verbonden. We zijn ook één met ja, de spirituele wereld. Dank voor het kijken. Ik hoop dat je je laat zien. Precies zoals jij bent. Authentiek. Aan jezelf allereerst. En dan aan anderen.
je geliefden en dan aan de wereld. Heel veel liefs. Bye bye.